Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee en ik ben onderweg naar Spanje. En we zijn met 3 auto's en we moeten een klein stukje voor, net voor Madrid moeten we zijn. En het is nu zondagmiddag, het is 4 uur, maar het is al zo donker als wat. Het is ook niet echt best weer. Zoals jullie net zagen heb ik wel de auto net even gewassen. Maar het heeft niet zo heel veel zin met dit weer. Maar ja, ik wil toch schoon op pad. Misschien horen jullie op de achtergrond ook wel, dat het heel erg waait. Maar goed, de rest vertel ik zo meteen wel. Dus we gaan eerst een stukje rijden. Gelijk pauze, even wat eten. En John die heeft een magnetron in de auto, dus dan kan ik gelijk even mijn eten warm maken hier in de auto. Die heb ik zelf natuurlijk niet, dat wil ik ook helemaal niet, een magnetron. Maar zoals nu is het wel even een uitkomst. Meestal doe ik op zondagavond als ik weg moet een saladetje of zo, maar ik wist dat John meeging, dus dan is het ideaal, hè? Dan kan je tenminste warm eten. Maar even een prakje aan Divey, best. Dus nu is een magnetron toch wel ideaal. Eerlijk is eerlijk. Maar alsnog wil ik hem niet hebben. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Dat, zo be it. En we zijn nog vroeg zaten. Maar ja, ik vind 10 voor 1 mooi. Als we dan de olie aanstaan, het is een mooie tijd. Ik weet niet wat jij gaat doen, grote vriend. Dat wist hij zelf ook even niet. Maar dan ben je te wagen, links van mij. Nee, links van mij. Die ging in één keer inhouden. Ik denk, en toen half over het streepje rijden. Ik denk, ik weet niet wat jij gaat doen. Kijk, in Spanje kun je niet veel eerder eten. Nou, het is 12:15. En we rijden nu bij Orleans. En we vinden het mooi geweest voor vandaag. Ver genoeg. Dus we gaan lekker parkeren en dan lekker slapen en morgen weer verder. Ton zet hem hier neer, dus dan even kijken of wij hier ergens een plekje hebben. Dan rijden wij even een rondje. John, die heeft trouwens ook een camera aan boord, dus af en toe zullen we een beetje proberen te switchen, zeg maar, van mijn auto naar John's auto. Dus dat is denk ik wel leuk voor het overzicht. We moeten er een beetje kijken hoe het uitpakt, maar dus daarom zeg ik, af en toe zou het misschien niet helemaal duidelijk zijn, maar dat komt omdat we dan switchen van auto, zeg maar, qua camera view. Dan weten jullie dat in ieder geval. Thank you.
collega van Sebastian. Zoals jullie al weten, wij zijn onderweg naar Spanje toe met z'n drieën. Dat is een hele nieuwe ervaring voor mij, want ik ben er nog nooit geweest. Nou, het is ondertussen 5 uur, maandagavond, en we zijn nu een klein stukje voorbij Bordeaux. Dus vanmorgen om 10 uur weer weggereden, Orléans. Lekker de dag vol rijden. En vanavond staan we in ieder geval vast in Spanje. En we moeten eigenlijk een goede 50 kilometer voor Madrid zijn. En wij hebben met z'n drieën allemaal machinedelen bij ons. Maar in totaal zijn het geloof ik 5 auto's die naar die klant moeten. Dat is, in totaal is het dan 1 machine voor het verpakken van eieren of zo. Dus ja, dat gaan we doen. Hij rijdt Ton en Ton rijdt in een huurauto, want Ton krijgt volgende week zijn eigen auto pas terug. Dus die is een weekje met een huurauto op pad. Kijk, Ton de reisleider is even een restaurant aan het bellen of die open is voor vanavond. Voor comment. Oké. Yes? Is het restaurant abierto? Oké. We moesten toch nog een keer pauze maken, dus... Nou ja, laatste stukje even rijden. Maar er zijn helemaal geen restaurants open. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje jammer. Dus nou hebben we besloten dat we vanavond maar naar een benzinepomp gaan. Waar in ieder geval de benzinepomp open is. Dat we in ieder geval een toilet en iets dergelijks hebben. Dus ja, het is niet anders, maar dat is nou helemaal in deze tijd. We hebben het geprobeerd. Maar het gaat hem niet worden om vanavond lekker in een restaurantje te eten. Welkom in Spanje, John. Daar zijn we weer. Wel kicken, hoor, dit. Echt kicken.
Hier ook, alles donker. Dus ik ben bang dat het weer pingen wordt vanavond. Maar goed, het is niet anders. We staan hier geparkeerd. Tom, die heeft me op het stoeprandje gezet. Want hij kan niet slapen als hij met zijn hoofd naar beneden ligt, zeg maar. Dus dat parkeervak is iets scheef. Maar goed, het is niet anders. Goedemorgen. Het is 7:15. En ja, we gaan weer wat doen. We stonden gisteravond om iets voor 9:30 stil. Dus 7:15 nu mooie tijd. Dus we gaan weer wat doen. De rust zit er netjes tussen. Het is nu nog 400 kilometer. Dus we meteen nog een keer pauze maken. En dan hopen we rond de middag op plaats van bestemming te zijn. Even gaan we een bakje halen. Ontbijtje. Helemaal goed. We zijn er net afgegaan. Nu steken we een stukje af, zeg maar. Dan gaan we richting Soria. En dan steken we zo een stukje af, zeg maar, richting Madrid. Een stukje korter binnendoor. En mooie rijen natuurlijk. Alleen maar snelweg, daar word ik niet vrolijk van. Ik ben reisleider, dus we nemen even de toeristische route. Mooi man. Dit is wel vet, John.
sterk zo op de achtergrond, weet je niet. Nou, daar komt zo meteen op. We zijn bijna het dorpje weer uit, dus dan... Even drie kwartier pauze hier gemaakt. Nou, de laatste 80 kilometer. Dan zijn we op plaats van bestemming. Het is een soort warm in de auto. Het was vanmorgen 2 graden, nu is het 20. Lekker. Ik had 1800, 1900 euro of zo. We zijn er bijna. Eens even kijken waar we precies moeten zijn. Als het goed is, zit hij hier helemaal rechts vooruit. Als het goed is. Hier op het hoekje hier ook meteen. Ja, ik had wel even gekeken. Hij zat strak langs de snelweg inderdaad. Nou, we zijn er bijna. Even precies te kijken waar we erin moeten. Het is nu 10 over half 12, dus of 10 over half 1. Mooie tijd. John regelt even koffie, hè? Dat komt ook weer op zijn tijd. Zeker. Hij is nog niet afgewassen, John, maar de koffie van vanmorgen zit er nog in. Daar ga je niet dood aan, hè? Koffie is koffie, toch? Daarom. Leeg. En nu alle drie teruglaaien rond Madrid. De reisleider gaat nou even een restaurant opzoeken waar we kunnen eten en douchen. Want dat is onderhand wel belangrijk, zeg maar. Dat is hoofdprioriteit. Ja, dat is niet anders, zeker.
Dan moet ik straks maar weer oplaaien. Dan film je morgen of zomer weer de rest. Nou ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dat komt goed. We draaien nu de ring van Madrid op. Ton gaat anders weer als mijn navigatie aangeeft. Het zal allemaal wel. Ja, die van mij weer net dat ik hier rechtsaf moet houden. Ja, dat zegt hij van mij ook. Maar goed, het zal wel. Ik volg hem wel. Het weer slaat ook in één keer om. Zo, we hebben een restaurantje gevonden. Even kijken. Hier. En die is open, dus dat is helemaal top. En wat ik ook leuk vind, is dat ik tussen twee, hoe zeg je dat, oldschool auto's sta. Dat is wel, ja, vind ik tof. Vind ik leuk om te zien. Een Volvo van een jaar of 20 oud en een Daffy van misschien nog iets ouder. Dat was echt super tof. Nou, daar komt John ook aan. Toen was ik even vergeten te vertellen, John moest nog laden. Het is ondertussen 7:45, maar bij die beste man was de stroom uitgevallen, dus uiteindelijk heeft hij niet geladen. Lekker gelopen, Johnny! Ja, zeg dat wel, ja. Eerst laden, dan weer een stroomstoring. Ja, goed, dan houdt het op, hè. Nou, het is 7:45. Best gelopen. Ja, lekker, hè? Ja, zeker wel lekker. Goedemorgen vanuit een mistig Madrid. Nou, het laaien ging super snel, dus dat heb ik even niet kunnen filmen. Ik zal zo even laten zien wat erin staat. Er staat een vrachtheftrucks in. Er zijn er in totaal 5. En dat weegt 22 ton. Ongeveer. Dus ja, die ga ik nu nog even vastzetten en dan gaan we terug.
zit hier een vlieg in de auto, jongens. Ongelooflijk. Nemen we trouwens een andere weg, een andere route. Dan gaan we over Burgos. Dat is wel leuk. Een beetje weer een andere weg. En een stukje verderop staat Sean op ons te wachten. Dus die pikken we zo weer op. Die moest natuurlijk op een ander adres laden in Madrid. En die was iets eerder vol. Dus die zit iets voor ons, dus die wacht daar. En dan rijden we weer met z'n drieën weer terug. Dit is zeker, dit vind ik echt heel jammer dat het mistig is. Ja. Oh, hier krijgen we wel iets meer zicht, John. Het is wel mooi hoor. Jij zei gisteren ook al, weet je wel, het is mistig, toen klaarde het ook op. En nou weer. Dat is de tweede keer deze week. Ja, dat ben je mooi goed, ja. Ik ga trouwens wel wat achter naar beneden toe hier, want dan hou ik hem niet. Want dat is ook kapot, van, zeg maar, dat doe ik ook weer niet. Dus als ik een beetje verder achter blijf, dan weet je in ieder geval wat. Ja, dat is goed. Trouwens, de reden waarom wij Ton de reisleider noemen is omdat Ton hier al een jaartje of 25, 30 continu heeft gereden en hij komt hier nog steeds vrij regelmatig vaartuig. Dus ja, vandaar noemen we hem de reisleider, omdat hij gewoon, hij weet gewoon heel veel hier.
goed, nu even het volgende. Wij zijn natuurlijk zondagmiddag weggegaan. En ja, ik heb ook gewoon een gezin thuis. Met een zoontje van 4,5. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk dat papa ja, veel weg is. Het is natuurlijk prachtig, dit werk. Maar ja, daar is de andere kant. Maar goed, nu is het dus Sinterklaas tijd. En nu heb ik dus een gedicht gehad van de Pakjespiet. En ja, dat is eigenlijk een filmpje voor thuis. Dat is eigenlijk een filmpje voor mijn zoontje. Maar ik wil het eigenlijk toch laten zien. Omdat ja, het is wel heel privé. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja, het hoort er wel bij. En het hoort ook bij mijn leven op wielen eigenlijk. Ik zal trouwens even voor de niet-Nederlandse kijker even heel snel uitleggen wat het Sinterklaasfeest is. Ik ga er niet te veel op uitweiden. Sinterklaas is eigenlijk een soort ja, een bisschop uit Spanje die naar Nederland komt. En daar cadeautjes komt brengen voor de Nederlandse kinderen. Beste Sebas, hier even de cadeautjes, Piet. En je gelooft het niet. Zoals elk jaar ligt de pakjesboot vol cadeautjes voor iedereen in Nederland. Maar dit is er nu aan de hand. Ik was alles aan het inpakken voor de grote reis. En toen raakte ik helemaal van de wijs. Ik viel in slaap en snurkte heel hard. En toen was de boot al gestart. Dus nu ligt er nog één cadeautje voor Jax in Spanje. En dat is zo balen. Dus kan jij die niet met je vrachtwagen gaan halen? Maar je moet wel op zondagmiddag weg. Want het is heel erg ver weg. Maar ja, dat cadeautje moet Jax wel hebben, zeg. Dus stuur af en toe een foto of een filmpje om te zien hoe het gaat. En of het cadeautje nog in Spanje staat. En dan heel snel naar Jax brengen, hoor. Nou, groetjes en succes van de Pakjespiet. Hi vriendje. Nou, ik ben aangekomen bij het huis van Sinterklaas. En nou moet papa natuurlijk wel even het cadeautje zoeken dat Pakjespiet heeft neergelegd. En volgens mij heeft Pakjespiet een spoor van pepernoten achtergelaten. Dus ik ga even kijken. Kijk, alle luiken zijn dicht, want Sinterklaas is natuurlijk niet thuis. Die zit al in Nederland. Oh, hier liggen allemaal pepernoten. Zoeken. Wat ligt daar nou? Daar liggen de cadeautjes. Nou, daar staat op voor Jax inderdaad. Nou, papa heeft de cadeautjes, vriend. Ik heb dus de cadeautjes. Dus die moet ik natuurlijk wel even goed vastzetten nou. Ik moet hem wel even aanrafelen. Dat hij goed vast staat natuurlijk. En dat ik hem niet kan verliezen. Zo. Huppatee. Nou, papa komt nu weer zo snel mogelijk naar huis. Dat duurt nog wel een paar dagjes. Maar dan, papa heeft in ieder geval je cadeautjes. Dus, doei! Stier, stier!
We zitten nu in de afdaling van de voor een hoop Spanjerijers de welbekende Zwijnenkop. En dat is een bergpas tussen Vitoria en San Sebastian. Wij zijn bijna weer aan de grens, aan Irún, de Spaans-Franse grens. En ja, ik ga er vanaf hier weer een eind aan breien. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, doe even abonneren. Vond je het leuk, doe even een duimpje. En tot de volgende keer.